Het ei ligt te glinsteren in de ochtendzon als de waterbarrière die de stad Amsterdam nog altijd in tweeën deelt. Hier eindigen alle wegen. Verder gaat men per pont of per boot. In de loop der jaren is de industrie aan de overkant van het ei steeds verder uitgegroeid. Er worden in Noord ook steeds meer woningen gebouwd. Men rekent op een verdubbeling van het inwonertal van 50 op 100.000. En steeds meer mensen moeten heen en terug over het water. Menige onderneming zet zijn personeel met eigen bootjes over om het wachten bij de ponten te vermijden. Dit betekent voor een werkende stad een aanzienlijk economisch verlies. Daarom besloot het gemeentebestuur tot de bouw van een autotunnel ten oosten van het Centraal Station, die Amsterdam-Noord met het centrum zou verbinden. Deze plaats werd vooral gekozen omdat hier goede aan- en afvoerwegen konden worden aangelegd door de oude Jodenbuurt, die toch al gesaneerd moest worden. Zo is dit werken voortdurend bouwen en slopen. In het oude centrum wordt ruimte gemaakt voor toegangswegen. Sloop en bouw gaan vrijwel gelijk op. In de Foeliestraat moet de aanvoerweg onder de grond duiken. In de bodem van het ei wordt een sleuf gebaggerd waarin de tunnel komt te rusten. De weke bodem zou het tunnellichaam niet kunnen dragen. Ook dit komt dus, zoals heel Amsterdam, op palen te staan. De zandlaag die ze draagt ligt op een diepte variërend van 55 tot 85 meter. De tunnel moest aan weerszijden aansluiten op de toevoerwegen. De zuidelijke route begint bij de breed opgezette Wieboudstraat. De eerste aanloop van de weg naar de nieuwe tunnel, dwars door de stad. Het Rijnspoorplein wordt veranderd in een forse wegkruising met alles erop en eraan. En uiteraard ook weer een vernieuwde brug. De Weesperstraat, onherkenbaar verbreed. De bouw van de weg naar de tunnel en de afbraak daarvoor betekent een nieuw stuk geschiedenis voor een aantal Amsterdamse buurten. Het Waterloopplein, een begrip. De tering naar de nering zetten betekent hier dat de nering moet wijken. Dat wil zeggen, de drukte blijft straks op deze plaats, maar wat erbij komt is de haast. In de buurt van de Mozes en Aaronkerk komt eveneens een ongelijkvloerse kruising, doordat de weg naar de tunnel voor de Valkenburgerstraat de grond induikt. Met de verbreding van Wieboud en Weesperstraat is royaal tegemoet gekomen aan de eisen van het toekomstige tunnelverkeer. De toekomst tekent zich al af op het Jonas Daniel Meijerplein. Andere punten moeten nog ingrijpende veranderingen worden uitgevoerd. Zo bijvoorbeeld bij de brug over de Nieuwe Vaart bij de Prins Hendrikkade. Het is duidelijk dat een bredere brug wel nodig was. Zeker als men rekent met de algemene toeneming van het verkeer. Aan beide kanten is er al een soort bruggenhoofd gereed, als op een vroege morgen een tunnelelement wordt aangesleept. Ja, van Ploeg. Aan de oostzijde 78. De grond is hier zo slap dat zelfs de weg op heipalen moet komen te rusten. In de directe omgeving van het werkterrein is geen autoverkeer meer mogelijk. Moeders komen er vaak met hun kinderen spelen, zo veilig is het hier nu. Het gedeelte van de aanvoerweg tot het viaduct is al eerder gereed gekomen. Zo groeit het werk gestadig.
Aan deze kant van Amsterdam-Noord wordt een hele stadswijk opgetrokken. Want men rekent erop dat er hier veel vraag naar huizen zal komen, zodra het water van het IJ geen beletsel meer vormt voor wie in het ene deel van de stad wil wonen en werken in het andere. Dan is het augustus 1966. Het overtuigend bewijs voor iedere buitenstaander dat hier nu eindelijk echt is de tunnel, ventilatiegebouwen. Een leger mensen kruipt dagelijks de tunnel in en uit. Naden bijwerken, buizen leggen, kabels trekken, boren, timmeren, kankeren, metselen, schuren, lassen en plakken. De geluidsweerkaatsing, de montage, het onderhoud, de lichtreflectie. Het zijn aparte technieken waarbij de ervaring met andere tunnels een voorbeeld is. Zoals hier, de overgang in licht van buiten naar binnen met zonwerende roosters van aluminium. Inmiddels heeft weer een nieuwe burgemeester zijn hoofd door de ketting gestoken. Wat betreft de tunnel is hij de laatste deelnemer aan een lange estafetteloop. Hij krijgt het stokje doorgegeven en mag de laatste meters afleggen. 30 oktober 1968. Feestelijk begint Amsterdam een nieuwe periode. Een periode waarin het breder, nieuwer, maar ook drukker zal worden op de Prins Hendrikkade. De lang verwachte IJ-tunnel is een zichtbaar en aanwijsbaar feit geworden. Naar dit moment heeft Amsterdam ruim een eeuw uitgekeken. Hulde aan de tunnelbouwers. Het karwei is plat. De overkant van het IJ binnen handbereik op een manier de 20ste eeuw waardig. De bedieningscentrale in het zuidelijk ventilatiegebouw heeft overal oog voor. Elektronische bewaking regelt de doorstroming van het verkeer over het hele net van tunnel- en toevoerwegen. Het belangrijkste verkeersnet van Amsterdam, waar de historie en het verkeer elkaar niet mogen. Volgens de laatste berichten gaat het al beter.